Je kan sporten op een sportveld, in een sporthal, in georganiseerd verband, in teamverband. Maar vandaag doen we het anders. Wat is urban sport? Nou, urban sport zijn eigenlijk bewegingen die ontstaan zijn in de stad. Ja? En het zijn allemaal verschillende sporten en een soort verzamelnaam van sporten die ontstaan zijn in de stad eigenlijk. Waar komen ze vandaan? Waar komt het vandaan allemaal? Ja, het komt eigenlijk overal en nergens vandaan. Het heeft gewoon invloeden vanuit verschillende sporten. En jongeren die eigenlijk willen bewegen waar ze willen, wanneer ze willen, hoe ze willen. Die gaan het gewoon doen. Die gaan met een vriendje, vriendinnetje, gaan ze gewoon de stad in, eigenlijk de buitenruimte in. Meestal om in te bewegen. Arjun, Odin, jullie geven workshops en jullie doen free running. Wat is free running precies? Free running is een sport waarbij je aanpast aan je omgeving. Ja? Yes, dus bijvoorbeeld dat je bent bijvoorbeeld in de stad en je ziet bijvoorbeeld een muurtje en denkt, hey, ik ga over het muurtje heen springen. Of ga een salto overheen doen. Waar komt die sport vandaan? Uit Frankrijk, officieel. Ooit is het tijdens de Vietnamoorlog ongeveer, ik weet niet precies de exacte tijd, was er een generaal die leerde zijn militairen, zeg maar, weet je wel, door de bomen heen te rennen en dat soort dingen. Maar wat nou als je in een urban omgeving in een benarde situatie terechtkomt? Er wordt op je geschoten, weet je wel, je kan niet wegkomen en de enige manier om weg te komen is via een muur bijvoorbeeld. Nou, daar ging hij dus allemaal technieken voor bedenken. Dat heette toen de tijd parcours. Ja. Toen was het de bedoeling dat je van A naar B in één rechte lijn zo snel mogelijk dat parcours aflegde. Dus er waren nog geen salters bij toegevoegd, zeg maar. Uiteindelijk heeft zijn zoon, David Bell heette die, die heeft dat opgepakt. Die is dat dus op straat gaan oefenen. Met zijn vrienden. Yeah. En toen werd het echt een straatsport. Yeah. Eindstand is het een beetje overgewijd naar andere delen in Europa en naar Engeland. En daar zijn het dus uiteindelijk acrobatiek en dat soort dingen zijn erbij gevoegd. En toen werd het freerunning. Dus nu gaat het meer om wie heeft de mooiste stijl en wie doet de grootste tricks. De grootste tricks en de grootste combinaties. Ja. Ja. Dus daar is het nu mee op gefocust. Dus als ik het goed begrijp, bij freerunning is het van A naar B met de mooiste combinaties. Ja. Acrobatiek, salto's, rennen. Sierlijk mogelijk. Ja? Ja. En wat heb je nodig om te kunnen freerunnen? Kun je het overal doen? Overal. Ik heb in principe alleen je lichaam nodig. Ja. Een paar goede schoenen. Die stevig zitten. En dan kan ze met een goede stretchy broek, of jogsbroek of een broek die stretch heeft. Ja. Een lekkere wijde t-shirt. En je kan gaan. Je zoekt gewoon plek op waar je denkt dat je iets kan doen. En je gaat gewoon proberen. Maar niet in een park hoor, want als er een hond bijvoorbeeld rondloopt. Ja, nou ja. Weet en je landt in die fly. Ja, dat wil je niet, dat wil je niet. Nee. Wie ben jij? Wat doe je hier? Ik ben Mondial. Ik geef calisthenicslessen. Dat houdt in dat ik train op basis van lichaamsgewicht. En calisthenics is ontstaan in het Oud-Griekenland, zeg maar. En dat is eigenlijk Griekse gym. En dat werd gebruikt in het leger en et cetera. En calisthenics is afgeleid uit de woorden kolosthenos. En dat betekent mooie kracht. En ja, dat is eigenlijk calisthenics. Gewoon op basis van lichaamsgewicht trainen. En zorgen dat je, zeg maar, gewoon jezelf kan tillen. Wat heb je daarvoor nodig? Vooral je lichaam. Je kan het overal doen, buiten, op straat, bankjes. De grond kan je gebruiken. Muurtjes, bars, zoals die hier nu. En ja, dat soort dingen eigenlijk. En wat moet je proberen bij calisthenics? Pull-ups, push-ups. Ik kan wel even wat laten zien. Ja, ja toch? Ja, oké. Dit zijn dips. Dit is back lever. Dat is een hele goede voor je bicep. En voor je middel, voor je core, voor je rug. Stop.
Yes. Wat is er nou zo leuk hieraan? Dit zijn oefeningen. En dan kan je met je vrienden op school of in de buurt kan je lekker buiten gaan trainen en elkaar gaan overtreffen. En proberen te kijken wie sterker is en wie er meer kan. Ja, dat soort dingen. Dus eigenlijk jezelf uitdagen? Jezelf ook uitdagen, ja. Sowieso vooral jezelf altijd. Vooral jezelf. Dat houdt calisthenics eigenlijk ook deels in. Om jezelf steeds verder, een stapje verder te zetten. Steeds een stapje sterker te maken. Steeds een stapje groter. Meer in kracht. Zo maken zij sporten leuk. Hoe maak jij sporten leuk? Mijn naam is Martijn en voor mij maakt BMX leuk dat je steeds nieuwe dingen, steeds moeilijkere dingen kan doen op de baan. Waardoor je beter wordt en je grenzen verlegt. Hoe lang doe jij al urban sporten? Al 6 jaar. Al 6 jaar en ik doe slackline, yoga, freerun. Ik gebruik slackline eigenlijk als een manier van rusten. Omdat ik heel veel bezig ben met trainen en zo. En als ik dan moe ben en toch iets wil doen, om toch fit te blijven, om toch te blijven bewegen, dan ga ik gewoon even naar buiten en hang dat ding op. En dan ga ik slacklijnen en dan, dat houdt in de overheen lopen. Mensen kunnen ook heel veel trucjes erop doen, maar daar ben ik nog niet echt expert in of zo, maar ik kan wel heel snel eroverheen lopen. En dat geeft jou rust? Nee, het geeft me geen rust, maar het is gewoon leuk om te doen. Ja? Maar freerunnen is echt mijn hoofd, mijn basic, snap je? Ja. En waarom heb jij gekozen voor freerunning? Ik heb gekozen voor freerunning omdat het gewoon me altijd af aangesproken en het is gewoon mijn ding. Het is jouw ding gewoon? Ja toch. Laat even zien hoe ik ga lopen. Eroverheen lopen. Ja? Ik vind het wel top. Maar zie je, kijk, sommige dingen kun je gewoon doen om even je focus weer te brengen naar jezelf. Weet je, ik denk dat dit heel moeilijk is. En als je gaat lopen eroverheen, concentreer je op één ding, op één punt. En ik denk dat je ook misschien een beetje rust brengt. Vooral als je in je hoofd druk bent, een beetje zo'n ADHD. Wat ga je doen? Zij gaat een aantal bar positions doen. En dan lasje. En waarom film je het dan? Gewoon voor onszelf, dat we kunnen analyseren wat we doen. En ook wel leuk om te delen met de community waar we mee bezig zijn, ja? Vind ik. Is dit wel een sport voor meisjes? Dat is gevaarlijk, toch? Natuurlijk niet. Nee hoor. Ja? Maar meisjes hebben toch ook ledematen? Ja. En jongens toch ook ledematen? Dus waarom zou het meer gevaarlijk zijn voor een vrouw? Hoe lang doen jullie het al? Ik doe het al 5 jaar. Ik doe bijna 1,5 jaar. En is dit een soort sport? Ik vind het zeker een sport. Ja? Waarom is het een sport? Want een sport, ja, dat beoefen je toch competitief en in verenigingsverband. En je bent je eigen competitie, vind ik. Ja. Je bent met jezelf een competitie aangaan. En natuurlijk, je doet het wel met meerdere, maar je moet toch echt voor jezelf doen. Ja? Ja. Het wordt ook zeker wel gedebatteerd of het echt een sport moet zijn in de zin van wedstrijden. Want het wordt ook veel als kunst gezien. Ja, je verzint een beweging, je verzint een combinatie. En het wordt als kunst gezien. Dus er is ook een heftig debat binnen freerunnen of het nou echt een soort van competitieve sport moet zijn of dat het juist gewoon een kunst moet blijven zonder punten, zonder scoren, zonder wedstrijden. Waar kun je urban sport beoefenen in Rotterdam? Ja, dat is eigenlijk de grote vraag. Het kan op heel veel plekken, eigenlijk in je stad kan je overal trainen, maar je merkt toch dat jongeren een veilige locatie nodig hebben om te trainen. En daar proberen we ons nu echt hard voor te maken. Dus dat we samen met Sportsupport ook ervoor kunnen zorgen dat er meerdere locaties ontstaan en verenigingen, een soort vereniging kunnen ontstaan waar urban sports beoefend kan worden.